Draai de baan op. Vlag naar beneden, start gevallen. Begin met een paar mispasjes voor Dex Beukenswijk. Die denkt, wat gebeurt mij hier allemaal? En denkt, nou ga ik ook maar gewoon in galop verder. Dex Beukenswijk dus aan de start al kansloos. En zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. Easy Joe heeft daar makkelijk de leiding. Aan de buitenkant gaat al naar voren Titanium Gar. En Rote Gatter die even lekker is gaan liggen. Kijkt ondertussen ook schuin over de schouder. En daar komt Titanium Gar al aan. Dat is precies waar hij op gehoopt had. En zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Easy Joe. Die gaat hij zo meteen afstaan. Die leiding aan Titanium Gar, die is al onderweg naar voren. Ruud Pols weet precies wat er moet gebeuren. Zo had Langeweg Junior het zelf ook gedaan. Ja, dat is zelfs niet beter kunnen doen. Daarachter is Vinoska heel goed weggekomen. En Vinoska kon wel eens een hele vervelende gaan worden in deze koers voor Titanium Gar. Daarachter Enius Boko. Dan Benke Transer ook een goede start gehad. Gustafsson heeft de start in ieder geval goed gedaan. Dat was de bedoeling ook vandaag. En aan de buitenkant daarnaast ligt Muscle Scott. Dan een flink gat naar Vram Dao. Dan een nog groter gat daarachter naar Trust Speed. En daarachter ligt Dex Beukenswijk. Paard in de rechte lijn overzijde in het gouden paard. En dan leidt Titanium Gar. Titanium Gar wordt niet aangepakt. Vinoska is teruggenomen aan de buitenkant. Ik had even gedacht dat hij misschien wel door zou rijden. Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. Maar dat doet Robin Bots niet. Die doet het voorlopig even kalm aan. Maar nu gaat hij toch door naar voren. Ja, het is geen positie waar hij lag. Op een gegeven moment moet je kiezen. En dan is het de dood of de gladiolen. En beide is niet heel erg aantrekkelijk. Gladiolen zijn niet mooi en de dood is ook niet fijn. En de galoppaarden van Vinoska. Vinoska springt weg. Uitgeschakeld nummer 10, galop nummer 10. Dat was de aanval van Vinoska, die smoort in de galoppade en het is Titanium Gar die leidt. Titanium Gar, aan de buitenkant komt Benke Transer nu naar voren. Daarachter aan de relingzijde Easy Joe, daarachter aan de relingzijde Enius Boko. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune en Muscle Scott ligt er ook mooi in. Paarden komen in de rechte lijn en als ze straks de finish passeren hebben ze nog een ronde te gaan. Leiding in handen van Titanium Gar. Titanium Gar, Benke Transer, daarachter aan de relingzijde Easy Joe. Daarachter volgt in het tweede spoor Muscle Scott en daarachter aan de relingzijde Enius Boko. Gustafsson is ook naar het tweede spoor gegaan. Hebbingen probeert Gustafsson een iets hogere versnelling te krijgen. Daarachter is het dan Vinoska, maar die was er al uit. En daarachter ligt Vram Dao. Paarden gaan de runnersbocht door. Leiding nog altijd met een lengtevoorsprong voor Titanium Gar. Benke Transer komt wel steeds dichterbij. Daarachter aan de relingzijde zit Rote Gatter echt met de handen vol achter Easy Joe. En daarachter volgt aan de relingzijde Enius Boko. Muscle Scott moet de rug van Benke Transer een beetje laten gaan. Dat is hem toch ietsje te geleerd nog. En daarachter volgt dan Gustafsson. Paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Halve lengtevoorsprong, ietsje minder voor Titanium Gar. Titanium Gar en Pols. Ze moeten die moeilijke laatste bocht nog wel even door. Dat is altijd een puntje van zorg bij Titanium Gar. Maar eens kijken of Ruud hem daar ook doorheen krijgt. Benke Transer ligt tweede. Daarachter is Rotengatter volledig onder controle met Easy Joe. Maar hij kan er alleen niet uit. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Nog altijd die halve lengte voorsprong. En hij gaat er foutloos doorheen, Titanium Gar. Benke Transer begint nu wat terug te vallen. De buitenzijde komt Enius Boko opzetten. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Titanium Gar. Daarachter komt nu ook de ruimte voor Easy Joe. Maar die kan dat niet benutten. Aan de buitenzijde komt Enius Boko. Enius Boko gaat wel heel hard aan de buitenzijde. Pols moet echt even aan het werk. Titanium Gar, Enius Boko. Ze gaan op weg naar de streep. En het is op de streep. Titanium Gar met een neusje voor Enius Boko. En dan Easy Joe. Het scheelt minder dan een neusje. Gooit je nog geen tickets weg. Het was krap.